Welkom bij Mystic Angel Rara Tarot. Ik ben Rara. Dit is de wekelijkse reading voor de week van 17 tot 23 april 2023. Ik heb de kaart al gelegd, dus ik ga gelijk beginnen met de reading. Ja, ik ga gewoon hiermee beginnen. Ik heb hier voedingspatroon. Let goed op je voeding. Eet genoeg groente en fruit en drink voldoende water. Want dat is nodig. Jouw lichaam heeft veel water nodig. Dus misschien wordt dat ook wel van je lichaam gevraagd de komende week. Grenzen. Stel je grenzen aan. Kan op je voedingspatronen slaan. Hè? Dat je daar grenzen in gaat trekken van wat je wel eet, wat je niet eet, wat goed is voor je lichaam, wat niet goed is voor je lichaam. Dan heb ik The Thinking Woman. Je gaat over nadenken door to value. Hoe jij creatief aan meer inkomen kan komen. En dan zal je zien dat er een deur open gaat. En ja, dat de financiën eindelijk gaat stromen. Dan heb ik hier zakelijke onderneming. Heb vertrouwen en ga door met een nieuwe zakenplan. Of een nieuwe kans voor je carrière. Dus je zit al na te denken hoe jij zeg maar meer geld kan manifesteren. En dat kan door een onderneming te starten. Dus je zit er wel over na te denken. En het gaat in de zomer gebeuren. Alles waar je om gevraagd hebt zal in de zomer van jou zijn. Dus het betekent dat het echt in de zomer gaat gebeuren. Dat jij een zakelijke onderneming zal hebben. Healer. Je hebt de kracht anderen te helpen en te helen. En fijne verrassing, er gaat iets heel fijns gebeuren. Dat betekent dat misschien dat je een healingspraktijk gaat neerzetten. Wat er tot verrassing komt dat het in de zomer gaat gebeuren. Dus ja, kijk hoe het met jou resoneert. Want ik vind het echt een hele fijne reading. Dan heb ik hier Two of Cups kaart. Dat betekent dat jouw mannelijke en vrouwelijke weer één aan het worden zijn. Dus je gaat meer creativiteit, creatief bezig zijn en meer actie ondernemen. Child of Pentacles wil zeggen dat je geblokkeerd was in je financiën. Maar dat gaat wel weer goed komen met de Elder of Swords kaart. Betekent dat je eindelijk actie gaat ondernemen. Er is een transformatie voor jou aan de gaande. En dat is dus die actie die jij dus gaat ondernemen. Eight of Pentacles. In het verleden heb je echt ook heel hard gewerkt. Je bent een harde werker. Sowieso. En met de Devil kaart wil zeggen. Ja, door negatief denken. Door veel in je hoofd te zitten. Is dat misschien wel weggevallen? Hè? Dat je. Ja, sorry hoor, al die kaarten die vallen. Zijn de inkomens nu wat minder? En ik zou zeggen: ga plannen, ga dingen van je afschrijven, ga je doelen neerzetten op papier en ga ze één voor één afvinken. Want dan kan je je doelen bereiken. Ja? Four of Swords kaart betekent dat je misschien wel even die rust nodig hebt om even tot inzichten en ideeën te komen. Dus dat zou ook wel mogelijk zijn dat je even stop wordt gezet in de nabije toekomst. Child of Wands wil zeggen dat er een nieuw begin komt in jouw carrière. Dus er wordt een nieuw begin gestart. De High Priestess wil zeggen, wauw. Dat wil echt zeggen dat jij de kwaliteiten al in je hebt. Je hebt alle tools in handen. Volg je gevoel hierin, want je wordt begeleid. Ja? Je wordt begeleid om die onderneming of die praktijk te gaan starten. Dan heb ik hier Elder of Pentacles. Dat betekent dat qua financiën zal je zien dat
hoe snel jij gaat groeien in je financiën. Ja? Three of Swords kaart wil zeggen, vertel niet te veel aan anderen. Hou je ideeën, je dingen die je wilt gaan doen, hou het allemaal voor je. Je weet nooit wat voor mensen er in de wereld zijn die jou het niet gunnen, jaloers zijn of het willen afpakken of wat dan ook. Dus let wel daarop alsjeblieft. Want je hebt hier de Three of Swords kaart. Dat betekent dat er echt jaloerse mensen om je heen zijn en kijk uit tegen wie je bepaalde dingen zegt. Ja? Ja, dit was de weekreading voor de week van 17 tot 23 april 2023. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je begeleiding willen hebben, dan kan je kiezen voor intuïtieve coaching in mijn diensten hieronder. Wil je aan jezelf werken, dan kan je de intuïtieve coaching, ontwikkeling kiezen. En mocht je inzichten, antwoorden of adviezen willen, dan kan je natuurlijk al mijn andere diensten toevoegen. En dat kan je doen via mijn 06-nummer die hier onder deze video staat. Via de WhatsApp kan je dan even een berichtje naar me toesturen. En dan maak ik zo snel mogelijk een afspraak. Yes? Nou, tot de volgende keer. Doei doei!